Wethouder Andrea Verlangen, goedemiddag. Goedemiddag. En daar zitten we dan eindelijk. Eindelijk. Het mag weer. Het mag weer. Ja. Maar het onderwerp is niet zo erg vrolijk natuurlijk. Het tekort aan huizen. Ja. Ook in de gemeente Medemblik. Ook in de gemeente Medemblik, ja. Nou ja, wat bent u er allemaal aan doen, hè, zei u? Ja, wat doen we er allemaal aan? Wat gaat u eraan doen? Nou ja, we zijn met allerlei dingen bezig. We hebben in de eerste plaats hebben we het beleid verruimd. Dus meer mogelijkheden komen om woningen te bouwen in al onze kernen. Want dat is ons doel, hè. We willen eigenlijk een inhaalslag maken op het gebied van woningbouw. Dus de regels, de beleid is veranderd. En daarnaast is ook zo het parkeerbeleid is iets aangepast. Zodat je iets eerder een woning kan bouwen. Parkeren was ook vaak het probleem. En nu is het eigenlijk zo dat we ook meer ruimte aan de markt willen geven daarmee. Zodat de wat kleinere woningbouwplannen, hopelijk, dat daar vanuit de markt goede initiatieven komen. En de grotere plannen, zoals hier in Medemblik, hè, want jij had het ook over buitenstedelijk bouwen. Waarom kan het in Schagen dan wel en hier niet? Nou ja, daar hadden ze een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid gedaan. Wij proberen dat in overleg met de provincie te doen. Dus nu zijn we ook bezig om woningbouw te realiseren. Dat is ook buitenstedelijk. Molenblik in Medemblik, weet je wel, tegen de Markerwaardweg aan. En dat willen we ook in Wervershoofd doen. De Tegel, dat is dus in Wervershoofd, zeg maar, grenzend aan de Westrand. Dus wij proberen ook wel een aantal, Wognum zijn we met Bloesemgaarde Noord bezig. Dat zijn ook buitenstedelijke locaties. En doordat we daar dus duurzaam bouwen, groen inpassen, waterrijk. Nou ja, als je dat allemaal goed met de provincie bespreekt, duurt wel langer natuurlijk. Maar dan krijg je dat ook van de grond. Dus eigenlijk in alle kernen zijn we eigenlijk bezig om die woningbouwproductie op te voeren. Ja, nu is de meeste woningbouw wat nu komt, is vooral koop. Kopen koopwoningen en middenkoopwoningen. Dat is misschien het idee. Ja, maar de vraag naar sociale huurwoningen is enorm groot. Dat klopt. En daarom hebben we ook het aantal, want wij hadden altijd sociale huur moest 20% zijn binnen een plan. Dat is nu 25% geworden. En we hebben ook gezegd 25% betaalbare koop. Dus de helft van elk plan moeten eigenlijk betaalbare woningen zijn. Die dus ook bereikbaar zijn voor starters. Nou, een beetje dat huizenbouw is echt duurder geworden, hè? Dus de materialen, dat is allemaal niet aan te slepen. Want overal willen ze woningbouw natuurlijk. Dus in die zin hebben we ook de starterslening opgehoogd. Zodat toch die starters nog gewoon een reguliere eensgezinswoning kunnen kopen. Nou, wat we ook mee bezig zijn is allerlei projecten zoals CPO, tiny houses. Maar wij merken toch dat de meeste jongeren in onze gemeente, die willen gewoon het traditionele gebeuren. En daar springt de markt dan ook op in. Die eensgezins sociale koop- en sociale huurwoningen. Zoals op DEK komt nu ook een rijtje huurwoningen. Want ja, daar is gewoon vraag naar. Er komen ook nog appartementen die dan betaalbaar worden, maar de vraag hier in West-Friesland is toch vrij traditioneel nog aan wonen. Ja, want in andere gemeenten in Nederland, wat je heel veel ziet, dat zijn bijvoorbeeld voor de jongeren die kubuswoningen, die containerwoningen. Is daar nog een optie voor in Medemblik? Dat zou misschien kunnen, hè, voor tijdelijke woningen. We hebben natuurlijk aan de Grietje Slachterhof toen zo'n project georganiseerd. Dat was en voor statushouders en voor jongeren. Het zou kunnen zijn dat we nog elders anders in onze gemeente zo'n project kan doen. Als daar een initiatief voor komt, dan staan we daar zeker voor open. En ook die tiny houses is een tijdelijk iets. En waar je tijdelijk ook heel veel ziet, en dat is natuurlijk bij ons ook in de gemeente aan de hand, huisvesting arbeidsmigranten. Ja. Daar wordt wel veel gewerkt met units. En dat is eigenlijk meer geschikt, net als bij, want die containerwoning wordt veel gebruikt voor studenten, voor tijdelijke huisvesting. Hè, als mensen ergens 5 jaar wonen of 2 jaar, 3 jaar, een aantal maanden, weet je, daar zijn die units eigenlijk heel geschikt voor. En als mensen echt langdurig gewoon echt in Medemblik willen blijven wonen, dan kiezen ze toch vaak voor een eensgezinswoning en laten weer doorstromen, 200 en kap en zo. Nou ja, echt een wooncarrière in onze gemeente. Ja. Ja. Ja, en nou heb je in Medemblik heb je dan het Stadmanterrein. Ja. Waar de voormalige fabriek van Stadman stond. Ja, dat is dan nu van Deen. Dat heel veel mensen in Medemblik zeggen, waarom gaat daar niet iets komen met appartementen?
dan kan je zonder problemen 50 appartementen kwijt. Nou ja, als je hoogbouw doet. Ja, nou ja, kijk, dat is van Deen. Hè? En zo zijn er misschien wel meer partijen die ergens mogelijkheden zien en grond hebben. Nou ja, dan kunnen ze dus ook gewoon een plan indienen. En daar hebben wij ook iets nieuws voor ontwikkeld. Dat heet de initiatieventafel. Dat is eigenlijk een voorloper op de omgevingswet. Dat zijn alle afdelingen zitten aan tafel. En als je dan een woningbouwplan hebt, dan kan je dat indienen. Dan kijken gelijk alle partijen ernaar. Is de locatie goed genoeg? Kan je het parkeren goed regelen? Nou ja, en dan krijgen ze dan een antwoord op. En als dat goedgekeurd is, dan wordt daar een projectleider aan toegewezen. Nou was weer het probleem, we hebben tekort projectleider. Goed. Die zijn we nu aan het werven, dat is dan weer het volgende probleem. Zodat je dan als gemeente zo'n project verder kan helpen. Nou ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook Howard, maar dan blijft het initiatief, zit bij de initiatiefnemer. Dus wij toetsen wel of de inspraak geregeld is, maar dat moet de initiatiefnemer in stappen wel allemaal zelf gaan maken. Ja, ja, en het volgende probleem in Medemblik, wat in de hele gemeente Medemblik speelt. Ja, voor hun bouwen ze wel, maar voor onze jongeren niet. En dat gaat over de huizing van de arbeidsmigranten, waar we het net al over hadden. Ja. Wij bouwen dus niet voor die arbeidsmigranten. Dat doen dus die bedrijven die arbeidsmigranten nodig hebben. Wat wij hebben is een beleid die zegt, hier mag je wel je arbeidsmigranten huisvesten en hier niet. En als je het bij je bedrijf huisvest, dan moet je zorgen dat er iemand aanspreekbaar is. Dat je met je buren overlegd hebt, dat je maximaal zoveel, dat die huisvesting voldoet aan de normen voor arbeidsmigranten. En dat je dus ook niet bouwt. Zeg maar, als je die arbeidsmigranten niet nodig hebt. Dus het moet eigenlijk echt een beetje voor je eigen bedrijf zijn. Ook om overlast te voorkomen. Dus dat beleid hebben we. Maar het is zeker niet zo. En dat is ook de portefeuille van mijn collega Harry Nederpelt. Dat we dus voor die woningbouw niet minimaal net zoveel doen. Alleen, arbeidsmigranten gaat veel meer tijdelijk. Dus dat gaat even sneller. En zit een jaar aan, zoveel jaar mogen ze staan, die units? Ja, de tijdelijke units wel. En er zijn ook bedrijven die dus nu echt kiezen voor definitieve stenen gebouwen en zo. En die mogen, dat is het nieuwe beleid, dat die wel langer mogen blijven staan. En wat voor termijn moeten we dan zien? Dat ze mogen blijven staan? Nou ja, zolang dat bedrijf die arbeidsmigranten nodig heeft. En dat is natuurlijk een beetje onzeker, want we dachten vroeger van mensen komen tijdelijk. Maar als je ziet hoe lang die arbeidsmigranten hier al zitten, ja, dan denk ik dat het de komende 20 jaar in ieder geval zeker dat we nog wel met arbeidsmigranten zijn. Ja, maar hoe ziet de gemeente Medemblik dat arbeidsmigranten in woonwijken, daar willen jullie ook vanaf, zoals zoveel gemeenten? Ja, wat wij eigenlijk willen is zorgen dat die bedrijven die arbeidsmigranten goed oppakken, dat we daar ook een goed beleid voor hebben, zodat die mensen dus die onderverhuren in de kernen, dat weer beschikbaar komt voor gewoon mensen die definitief een huis zoeken in een bepaalde kern. Ja, want jullie hanteren nu ook al van, als je een huis koopt, eerst zelf 5 jaar erin wonen? Of? Nou ja, daar zijn we dus nu ook mee bezig met die regelgeving. Om dat goed juridisch uit te zoeken. Dat we ook die zelfbewoningsplichten en dergelijke kunnen gaan invoeren. En ook het doorverkopen tegengaan, een beetje speculeren. Nou ja, en ook met dat we dus gewoon bij de verhuur een arbeidsmigrant, dat je daar ook een termijn aan stelt, aan die vergunning. En dat je dan ook zegt van ja, nu willen we gewoon liever een... Ja, want er zijn natuurlijk ook gezinnen die een woning zoeken, gescheiden mensen, dat soort zaken. Ja, dat die ook gewoon een kans maken op de woningmarkt. En dat niet alles naar Microsoft, datacenter, weet ik het wat, de hoogste bieden gaat natuurlijk. Ja. Dan gaan we even vooruit kijken naar, zeg, 2030. Nou, hoe denkt u dan dat het tekort aan woningen is? Is het opgelost? Nou, we zijn in ieder geval hard bezig. Ik denk dat we dachten vroeger nog wel eens van dat Medemblik dan zou gaan krimpen. Nou, je ziet nu dat in West-Friesland dat die groei, dat die er eigenlijk blijft. En wat je ook vooral ziet is dat mensen worden ouder, dus de vergrijzing zet door en je krijgt meer kleinere gezinnen. Er zijn ook gewoon meer gescheiden mensen, de gezinssamenstelling wordt anders. Dus ik denk dat de vraag naar woningen groot blijft, ook vanwege arbeidsmigranten die zich wel gaan vestigen in onze gemeente. Die dan al heel lang in die tijdelijke huisvesting hebben gezeten. En die dan op een gegeven moment denken, want heel lang blijft dan die vrouw of dat gezin in Polen. Maar als je dan hier blijft werken, dan denk je misschien, misschien zoek ik hier mijn toekomst wel. Of kan mijn kind hier een betere opleiding krijgen. En dan gaan ze zich gewoon inschrijven voor een rijtjeswoning. Of ze kopen wat. Ja, en dan komt dat ook op onze markt. Dus ik denk dat we nog wel even ons best moeten doen om dat tekort op te lossen, Henk. Wij niet alleen, samen met marktpartijen. Want die samenwerking met marktpartijen als gemeente hebben we wel in de gaten dat we dat niet alleen kunnen doen. We hebben gewoon ook de markt nodig. Vandaar dat we ook samen met Horen met die woningmakers zitten.
Om gewoon te kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat proces nou nog verbeteren? Hè? Want het duurt gewoon 3 tot 5 jaar voor jij een heel woningbouwplan voor elkaar hebt. Ook omdat participatie wordt steeds belangrijker. Nou, je kent dat hier in Medemblik ook wel. Je hebt mensen die kopen hier een huis aan de haven. En dan gaan ze, dan is het, nou jee, ik heb last van klapperende masten. Dan mag die boten moeten eruit. Nou ja, zo. Kijk, daar heb je gewoon ook mee te maken. Ja. Dus allemaal uitdagingen. Ja, nou heeft Medemblik 3 groeikennen wat woningbouw betreft. Medemblik, Wochtem en Bergershoofd. En Andijk, hè? Andijk ook. Ja, we hebben 4. 4? Oh, ik dacht altijd 3, maar oké, 4. Maar hoe zit het nou met die echte kleine kernen? Houwen schreeuwt om woningen. Ja. Lambert Schaag schreeuwt om, of Abbekerk schreeuwt om woningen. Cyber Kaspel wil graag veel meer huizen hebben. Nou, want ze willen allemaal in het dorp blijven. Daar zijn we echt hard mee aan de slag. Hè? Je hebt het in Houwert gezien. Dan is het weer misschien niet op de plek nou ja, die het grootste draagvlak heeft. Maar goed, daarover zijn we dan ook in overleg met de provincie. Hè? Want die zeggen heel veel plaatsen, dit is natuur, hier kan het niet. Of hier zitten weidevogels. Nou ja, ons gesprek is dan, kijk, wij doen misschien niet zoals Schagen dan gelijk een rechtszaak voeren. Maar eigenlijk meer het gesprek, waar kan het dan wel? Nou ja, zo is dat gegaan in Houwert. Zo hebben we ook de gedeputeerden uitgenodigd in Abbekerk. Voor een werkbezoek. Dan zegt hij, nou ja, we zitten hier allemaal met weidevogels. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, die heeft nu gezegd, joh, we gaan kijken of co-creatie, dus of de provincie met de gemeente Medemblik samen, of we toch 11 woningen in het weidevogelgebied kunnen realiseren. Nou ja, en in Abbekerk gaan we natuurlijk met die verhuizing aan de gang van dat bonte paard. Dus daar komt nu ook woningbouw. En zo willen we eigenlijk in alle, Cyber Kaspel zijn we met een project bezig. Zo willen we eigenlijk in alle kernen willen we toch woningen gaan bouwen. Wel het meeste, zeg maar, ongeveer 70% in die 4 kernen die ik net noemde. Maar die andere 30% toch in die kleine kernen. In Zwaagdijk zijn we ook bezig met een plannetje, met een externe projectleider. Dus dat is ook nieuw. Maar ook omdat wij zelf geen capaciteit meer hadden. Die dorpsraad die zegt, ja, we moeten hier toch echt aan de gang. Laat dat door een externe projectleider. Nou, de raad zegt, de wethouder, doe dat maar. Dus nou ja, dat hebben we ook opgepakt. En zo proberen we echt in alle kernen te gaan bouwen. Ja, heel lang is in de kernmedemlik, maar ook hieromheen, het woordje hoogbouw een vies woord geweest. Hoe staat u daar tegenover? Nou, kijk, als er echt een goed plan ligt, dan sta ik daar gewoon voor open. Het moet natuurlijk ook wel, de omgeving moet zich ertoe lenen. Maar ja, dan denk ik, zoals het Stadmanterrein, waar ook een paar wat grotere gebouwen omheen staan. Nou ja, dat zou bijvoorbeeld zo'n locatie kunnen zijn. Hè? Nou ja, zo heb je ook dat gebied bij de Boling. En met name het stadje Medemblik. Dat is dan ook echt een stad. In een stad zie je wel meer hoogbouw. Bij die kleinere kernen merk je toch vaak dat als een appartementencomplex te hoog wordt. En ook, ja, dan roept het ook weer meer weerstand op. Dus die afweging moet je wel maken. Ja. Ja. Dus maar ik sta er niet negatief tegenover. Het hangt gewoon ook van de kwaliteit van het plan af. En er is natuurlijk ook in onze gemeente, in Horen zie je dat er heel veel behoefte is aan appartementen. En ze hebben ook weinig grond voor woningbouw. Dus dan moet je automatisch de hoogte in. En bij ons kan je die afweging nog maken van, nou hier wel en daar niet. En daar gaan we als gemeente zorgvuldig mee om. Want de gemeente is altijd, nou, laat ik zeggen, voorzichtig. Want die moet een afweging maken tussen de belangen van alle inwoners. Ja. Ja. Tot slot, heeft u zelf nog iets wat u kwijt wil? Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je me gevraagd hebt voor dit interview. En nou ja, ik denk dat we een goede eerste stap hebben gemaakt met de inhaalslag op het gebied van woningbouw. En nou ja, wat mij betreft gaan we gewoon op deze voet verder. Want net wat je zegt, de vraag is groot, de behoefte aan woningen is groot. Eigenlijk niet alleen in de stad Medemblik, maar in alle kernen eromheen. Dus dat is gewoon een uitdaging waar ik voorlopig nog niet klaar mee ben, Henk. Ik dank u wel.